Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in alle Europese competities voor de Nederlandse clubs dan in ieder geval. En in die gemankeerde speelronde van de Eredivisie. In Europa speelde PSV 2-2 gelijk tegen Rangers. Fenerbahce maakte echt helemaal die Twente echt helemaal kapot door een rode kaart. 5-1 werd dat. AZ speelde teleurstellend 1-1 gelijk tegen SK Bram. En Ludogorets Ajax werd 1-4, wat natuurlijk heel goed is van Ajax. Die gaan sowieso die Europa League wel halen. Dan hebben we de wedstrijden in de Eredivisie. Het waren er maar 5, omdat alle Europese spelers de ploegen vrij krijgen. Ik vind het nog steeds echt onzin. En ik baal altijd dat je dan een ranglijst hebt die niet helemaal volledig is. NEC RKC werd 3-0. Excelsior Fortuna werd 2-2. PEC Zwolle FC Utrecht werd 1-0. Feyenoord won met 6-1 van Almere. Jurgen had dat precies goed voorspeld, vond ik wel knap. En Heerenveen Sparta werd 1-3. Dan krijgen wij de ranglijst. Sparta heeft 7 punten en staat dus bovenaan. AZ, Twente en PSV en Heerenveen hebben 6 punten. Feyenoord, Excelsior en Fortuna 5 punten. Ajax staat op de 9e plek met 4 punten. Go Ahead Eagles, Vitesse, Heracles, NEC en PEC hebben 3 punten. En er zijn nog 4 ploegen met 0 punten. Dat zijn Volendam, FC Utrecht, RKC Waalwijk en Almere City. Dan krijgen we de voorspellers top 8. Stan staat nog steeds bovenaan met 29 punten. Dan komt Amersfoort Power met 28 punten. Martin staat derde met 25 punten. Dan komen Thomas en Dylan met 24 punten. En Mikey en Thijs hebben 23 punten. Martin en Dylan waren de week winnaar. Die hadden de meeste punten verdiend. Dan de returns die we gaan voorspellen. PSV neemt het thuis op tegen Rangers FC. FC Twente moet proberen nog wat van te maken tegen Fenerbahce. Bram speelt in Bergen thuis tegen AZ. En Ajax ontvangt Ludogorets. En in de Eredivisie hebben we gelukkig weer een volledige speelronde. Sparta ontvangt op het kasteel NEC. Almere City thuis tegen PEC Zwolle. Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst tegen Heerenveen. RKC moet thuis tegen PSV in de Brabantse derby. Heracles ontvangt Excelsior. FC Utrecht moet thuis in de Galgenwaard tegen Feyenoord. Volendam ontvangt FC Twente. Fortuna Sittard ontvangt Ajax. En Vitesse moet thuis tegen AZ. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De aflevering van volgende week zal waarschijnlijk of maandagavond of dinsdagavond komen. Dat merken jullie vanzelf. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.